Yo beste mensen, ons is het tof dat jullie weer kijken bij deze nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag voor mij. Ja, ik klink wat verkouden, ik heb niet zo heel lang geslapen, maar ik ga er nog wel lekker tegenaan. Het is nu voor mij qua tijd precies te zijn. Hoho. 8 uur. Dus ik ga nu zo ontbijten. En mijn spulletjes is ingepakt. Het schoolspullen, want ik heb praktijk. Dus dat ik alleen nog mijn mes zet. Terwijl ik tot de poetsen, dan kan ik al naar school doen. En dan zie ik jullie als ik op school ben. Oh ja, zo. Als ik op school ben, ja, goedemorgen. Yes, beste mensen. Even een korte uitleg waarom ik de afgelopen tijd de vlogs voor te kort zijn. Ik monteerde eigenlijk in een vlog die ik dinsdag heb gemaakt. Ja, eigenlijk komt het meer een beetje op neer dat ik de afgelopen tijd zo weinig te doen heb. Dat ik ook nauwelijks kan vloggen, kan filmen. En ik zeg elke keer van ja, de vlogs worden elke keer langer. Maar uiteindelijk worden de vlogs toch 2 tot 3 minuten max. Terwijl je kijkt, als ik bijvoorbeeld ga spreken met Twan, dat ik dan ook iets doe. En dat de vlogs ook weer wat langer worden. Als gewoon. Ja, jullie zien mij, die rode wangetjes, ik ben moe. Het is redelijk laat. Dus daarom probeer ik niet al te hard te praten. Volgens mij lukt het niet echt goed. Maar dat is een beetje het. Ik heb gewoon veel te weinig te filmen de afgelopen tijd. Daarom zou er de aankomende tijd. Als ik de vlogs onder de 2 minuten heb, post ik hem niet. Boven de 2 minuten post ik hem wel. En dan post ik hem ook gewoon goed. Effect en goede muziek. En uiteraard, als ik nou op vakantie ga. Nog waar, dat vertel ik inderdaad. 17 juni. Ik ga verkorten, ik ga een maand verkorten. 17 juni vertel ik. In de video. Ja, dat is een beetje. Ja, dus als video's langer zijn dan 2 minuten, upload ik hem wel. En anders gewoon niet. Ja, dan is het gewoon een beetje vette pech. Maar jullie denken van, althans, de mensen die echt kijken, die denken van, maar komt er dan iets tegenover? Ja, zeker. Elke keer als er dan geen vlog aankomt, en als ik al stiekem weet dat er geen... Dat de vlog kort wordt, dan ga ik zelf alvast een gamevideo maken. Dan ga ik die uploaden. Net zoals de vlog van morgen, dus a.k.a. Het zou dus eigenlijk woensdag zijn. Ik heb dan gewoon te weinig beeldmateriaal. Die vlog die duurt 1 minuut 50. Nee, ga ik niet uploaden. Dus, ja, sorry voor deze onderbreking. Laten we maar doorgaan naar de afsluiting, of in ieder geval het eindclipje van deze vlog dan wel. Dus, nou, bedankt voor jullie tijd. Yes, beste mensen. Ik moet even weer terug te praten weer, omdat het weer zo laat is. Het is voor mij op dit moment nu 12:30.
Ja, uiteindelijk de conclusie. Ik had helemaal geen school gehad vandaag. Dus het was een vrij rustige dag voor mij. Ik heb wel wat huiswerk gemaakt, maar voor de rest gewoon vrij. Nou ja, gewoon een oké avond. En dan, ja, het is ook weer een hele korte vlog. Het spijt me daarvoor. Morgen zou het misschien anders zijn. Ik zeg het ook, ik zeg het elke keer. Maar ja, morgen heb ik weer een hele rustige dag. Maar we gaan er nog het beste van maken. Dus hoop ik weer deze vlog leuk. Zeg je vrienden niet. Tik het helemaal omhoog zetten. Vrienden mijn kanaal. Te abonneren natuurlijk. Hier beneden. En check jullie dan de aardzijde terug. Morgen weer een hele vlog. Later.